Hey, conciërge. Doe, geef eens even die heel snel de telefoontjes even terug. Kijk, die conciërge is lopen dan, joh, gek. Oh, ga je niet met mij mee? Jawel. Nou, dan, geef dan terug. Gewoon koekenbakken, zeg. Heel Ibrahim, wai wai. Heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. In wegen door, wai wai. Brian Vlogs. Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Heb je er een beetje zin in of niet? Ja. Ja, sowieso mensen, voordat jullie verder gaan kijken, vergeet niet te abonneren, dames en heren. Ik ben Brahim en jij bent? Bilal. Brahim en Bilal, wij maken wekelijks samen video's, toch? Wij maken vlogs samen. Ja. En heel veel grapjes of niet? Ja. Klein beetje of heel veel? Heel veel. Hup, oh, sorry. Vandaag, Bilal, hebben we iets superleuks. Ja, vandaag is Bilal, dames en heren, voetbaltrainer. En weet jij wat een voetbaltrainer is? Wat is dat dan? Utrecht. Is voetbaltrainer Utrecht? Wat is... Maar wat doet een voetbaltrainer nou? Die zegt tegen spelers wat ze moeten doen. Doen. Ja, en dan zegt een trainer, hey, spelen die bal. Toch of niet? Ja. En wat zegt trainer nog meer? Die zegt Scoren! Ben jij een goede trainer of een slechte trainer? Nee. Jij bent een goede trainer? Ja. Oké, nou dat is mooi. Maar Bilal, jij gaat voetbaltrainer zijn bij een voetbalschool. Een basisschool? Ja. Een school voor voetbal. Een voetbalschool. Hé, hey, weet je hoe die voetbalschool heet of niet? Dan moet je het even nazeggen, hè? Play to improve. Zeg maar, hoe heet de voetbalschool? Play to improve. Play to improve. Vandaag komt ook een speler van Ajax. Ah ja. Ja, die komt ook kijken. Die gaat jou helpen. Weet je hoe hij heet? Nassef. Nassef. Ja. Dan de hoekschop van aanvoerder Missehoei. Wordt eruit gehaald, komt hier bij Nassef Tjurak. En die schiet hem er prachtig in. Achter de bal Nassef Tjurak. En die benut de penalty feilloos. Dus gaan wij nu naar Nassef toe? Ja? Ga je lief zijn voor Nassef? En Nassef neemt ook zijn broertje mee. Zo schijnt ook een ander talent te zijn. Dames en heren, Nassef, deze man is geen grap. Speelt bij onder 17 van Ajax. Wat doe je hier nou, geluiperd? Lala, habibi, we zijn na. Hallo. Je bent voetbaltrainer, je moet een voorbeeldfunctie zijn. Je bent een voorbeeld voor mensen. Dat kan je toch niet zo. Hallo. Hey, hallo, jongens. Meneer. Hallo, meneer. Nou ja, terwijl hij aan het bidden is. Ah, weer wel hoor. Nassef, geen grap, onder de 17 bij Ajax. En hij heeft een hele bijzondere band met zijn vader. Ik vind het een prachtig verhaal die je zo meteen gaat horen gaat krijgen. Hij gaat dus Bilal helpen. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Wat zijn we tijd? Positieve tijd. Aarde. Arevedetsi. Arevedetsi. Love. Doei doei. Lekker. Hey, wat doe jij hier? Ik ga voetballen. Oh, serieus? Goeiedag. Goeiedag. Hoi. Goedendag, meneer. Goeiedag. Hoe oud bent u als ik vragen mag, meneer? Zes jaar? En je zit al op voetbalschool? Ja. En dat gaat allemaal goed? Ja. En je hebt er heel veel zin in? Ja. Ik ook. Heel veel succes. Yes. Ja, mensen, we zijn er. Vader, broertje. We gaan nu richting Bilal. Hij heeft er ook veel zin in, hoop ik. Kijk ze daar. Professionele vlogger. Hij moet nog even. Je is ochtend, hij is moe. Bilal, mag je naar je toe komen? Bilal. Bilal, die gaat vandaag met ons mee. Ja. En daarna, morgen gaat Bilal. Zaterdag. En zaterdag. En zondag. Slapen. En maandag. Slapen. Ja. En volgende week is het? Henriët. Nou, we moeten even een beetje wennen, hè, Bilal. Ja, eerst nog maar. Ja. Hé, hey, luister eens. Vandaag hoeven wij niet te werken, toch? We zijn lekker vrij. Dus dat betekent, vandaag is Bilal voetbaltrainer, toch? En kijk, en Nassef, waar speelt Nassef? Waar speelt hij? Ja. Dus, we zijn vandaag wel
lief zijn, toch? Afgesproken? Hé, hey, ja, geef maar een box. Oké. Terwijl Bilal eventjes moet wennen, hij is een beetje, hoe zeg je dat? Door al die kinderen en zo, is het eventjes een beetje veel geworden. Zij gaan met z'n tweeën, gaan ze even een tijd doorbrengen. Dan gaan wij alvast lopen. Hoe heet u eigenlijk, meneer? Safwan. Safwan. Yeah, maar ik hoorde dat er een partner op de planning stond, klopt dat? Nee. Klopt dat? Ik ben benieuwd, jij gaat ook gewoon even, ik wil even jouw skills zien, vriend. Maar Adidas die heeft een actie erin gegooid, mensen. Wat voor actie? Twee halen, één betalen. Ja? Ja, is het. Hoe vind jij dat eigenlijk? Dat je, want het is de tweede keer dat je hem echt zo leert kennen. Dat is echt ongebruikelijk. Ja, klopt, klopt. Je moet weten hoe iemand zich voelt. Gewoon verdiepen in diegene. Dus mensen gaan snel denken van hij overdrijft of zo. Maar je moet echt wat hij allemaal meemaakt, wat hij gewoon in zich heeft, dat moet je eigenlijk respecteren. Ja. Ik heb ook een vader die doof is, dus heb ik ook een beetje die gevoel. Ja, ja, ja. Ik weet hoe het voelt. Oh, netjes man. Maar sowieso, het is een leuke jongen, niet daarvan. Echt een leuke jongen. Ik ben Youssef, een van de eigenaren van Voetbalacademie Play to Improve. Wij organiseren hier een voetbalweek met 90 kinderen maar liefst. Iedereen naar de tribune, tempo! Wie de listen? Is gelukt? Ja? Goeie vriend. Zo! Wie mag ik een boxing? Ja! Ja, mensen! Hé, hey, jouw vader is geen grap. Ja, het is geen grap. Dit is Daan, die wil later met Play to Improve komen werken en die probeert zich te bewijzen nou. Hij wil graag trainen bij ons en trainer worden. Leg het dag eens even uit, wat doen we altijd bij zo? Wat doen we bij Play to Improve eigenlijk? Nou, heel veel oefeningen en dan gaan we ook soms tussendoor challenges doen. Hoera! En als je dan dat ene woord zegt, dan moet je allemaal hoeha roepen. En dan gaan we kindertjes en volwassenen challenges. Maar ben je tevreden over het geluid? Ik vind het niet echt. Ik hoor daar ook iets op de achtergrond. Ik vind het niet echt hard. Nee. Nou, probeer het nog eens een keer. Misschien als het nu harder doet. Challenges doen. Hoera! Een applaus voor Daan. Hey, we gaan een persconferentie doen, maar eerst mag je jezelf even voorstellen, want heel veel kinderen zijn heel erg benieuwd. Wie ben je nou eigenlijk? Ik ben Nessie Shurak. Ik ben 16 jaar geworden deze week. Dit wordt mijn derde jaar bij Ajax. Ik ben gekomen van ADO Den Haag, van ADO naar Ajax toe. En dit jaar ga ik voor de onder 17 spelen van Ajax. Ja, wat is jouw favoriete positie in het veld bij Ajax? Wat is je voorkeur? Waar speel je het beste? Ik was altijd middenvelder. En daar was ik gewoon altijd gewend aan. Bij Ajax is het meestal van, ze gaan kijken welke positie bij wie past. En ik heb ook meestal achter centraal gestaan. En dat is ook gewoon een positie geworden voor mij dat ik ook gewoon lekker vind. Dus het is eigenlijk achter centraal of middenveld. Waarom ben je bij Ajax van voetballen? Ik denk dat gewoon de mooiste club is. Als je bij ADO... Maar we hebben ook iemand live helemaal over laten vliegen uit Casablanca, Marokko. Jawel, een journalist. En we gaan kijken of hij ook de Nederlandse taal beheerst. Arabisch, ik weet niet wat je wilt. Kunt je ook Nederlands, meneer? Graag in het Nederlands voor de anderen. Ik heb begrepen dat u speciaal gekomen bent voor dit supertalent om een vraag te stellen. Gaat u gang. Eerst aan de Bilal. Prima, ja. Bilal, de fans van Casablanca hadden jou eigenlijk verwacht deze zomer. Maar door de corona-situatie gaat het waarschijnlijk niet lukken. Corona, we zijn mijn vrouw en Brian is getrouwd. Er zijn nog meer getrouwd. Sophia, nee. Echt super leuk. Ja. Hij zegt eigenlijk, door corona kon hij eigenlijk niet naar Casablanca. In quarantaine. Khadija is zijn vrouw. Dat is gewoon mijn vrouw, maar maakt niet uit. Maar door Khadija kon hij ook niet naar Casablanca gaan. Maar uiteindelijk vindt hij toch leuk dat hij hier is. Nou, dat verdient wel een applausje, denk ik, toch? Ja. Ja, dat is voor jou, Milo. En dan had u nog een vraag? Kijk je al stiekem met over naar een internationale
Ik ben nu nog jong en later wanneer ik oud genoeg ben, ga ik de keuze maken. Maar daar ben ik nu niet echt mee bezig. Brian Vlogs. Dit moet echt de pannen geven. En daar heeft hij 35 seconden voor. Heel streng. Ja, het is een heel hoog niveau hier bij deze voetbalschool. Als Safwan de bal tegen de prullenbak krijgt, heeft hij een punt. Nee, de een van deze twee. Kom maar, toch maar tussen liggen. En Bilal, jij mag dan 3, 2, 1, go zeggen. En dan moet je snel weggaan, dan gaan ze voetballen. Keihard, 3, 2, 1, go, zeg maar. 1, 3, go, go. Sorry hoor, sorry hoor, daar komt ie. 3, 2, 1, go. 1, 3, go. Ja, laat alles, ja. Pak hem aan, stop, wat. Ja, een panna is alleen voor echte. Echte mannen. Echte mannen. Joseph is de scheidsrechter. Wie nou klaar staat? Zitten we dan, jongen? Ja. Hoe gaat het? Gaat goed, alhamdulillah. Ik zie een dikke snoer daar zo, vriend. Is het mooi? Huh? Hier moet een beetje komen. Ja, je wil echt op gaat groeien, hè? Beetje, kom eraan. Ja, ga je net als je vader ook een beetje zo'n baardje of... Staat wel met zo'n baardje. Ja? Zo'n ringbaard. Net als deze. Ja. Maar dan wat verzorgd. Beetje verzorgd. Hey, maar hoe is jouw carrière een beetje begonnen? Mijn carrière ben ik begonnen bij Office Boys. En daar was ik al heel vroeg weg. In de F1 was ik al weg. Was ik naar Sparta gegaan, 2 jaartjes gespeeld, maar ik zeg echt gewoon, mijn ontwikkeling ging ook minder, ik was jong. Ik was nog in die periode van, ik wil met vrienden spelen, ik wil naar verjaardagen en dat kon ik gewoon. Dus ik heb gewoon een stapje teruggenomen naar het amateurvoetbal en het was ook echt een lastige periode voor mij. Maar ik werd gewoon echt goed geholpen door mijn vader, door mijn moeder. Ik ging praten met me en uiteindelijk was het gewoon helemaal goed gegaan. En daarna? Ik was een man tegengekomen, dat was Roa. En hij heeft me echt gewoon heel goed begeleid. Was gestopt bij Sparta en hij was gekomen naar me, we hadden hem ontmoet en hij had me echt gewoon geholpen samen met mijn vader. We hadden echt een plan gezet van dit gaan we doen, dus amateurvoetbal. Hoe ziet zo'n plan eruit? Is het gewoon wat voor clubs je gaat doen of de manier waarop je gaat trainen? Hoe moet het voor me? Ja, de manier hoe je gaat trainen, gewoon echt. Hij heeft me gewoon echt duidelijk gezegd, wil je echt een profvoetballer worden? Zegt ja, hij zei dan moet je alles vergeven. Dus ik moest echt een zware periode door. Ik moest elke week trainen. Fysiek werd ik ook sterker natuurlijk. En dat stukje naar de BVO, dat is... Ja, kijk, heel veel, weet je. We zien natuurlijk hier de kinderen. Die natuurlijk aan het spelen zijn. Ze willen allemaal prof worden. Maar wat is volgens jou waarvan jij denkt, oké, weet je, dat is wel echt iets waar je echt aandacht aan moet besteden. Waar mensen zich in vergissen. Ik denk toch de tijd die je met vrienden doorbrengt. Mensen denken, ja, even naar buiten gaan met vrienden, maar dat kan heel gevaarlijk zijn. Als je naar buiten gaat, kan je ook meegetrokken worden in dingen waar jij niet hoort in te zitten. Dus daar moet je wel echt heel erg op letten. Soms is het gewoon even thuis blijven, bijvoorbeeld een dagje voor de wedstrijd. Dan ga je niet naar buiten, dan ga je gewoon thuis focussen, kijk je beelden van
van de vorige wedstrijd terug. Dat is echt die voetballersmentaliteit. Als je het echt wil halen, moet je zulke dingen. Dan moet je niet een dag van tevoren even uitgaan met vrienden. Dan ga je het niet halen. En dat begint eigenlijk al vanaf je 9e of zo dat je dat moet opgeven. Ja, klopt. En dan niet wetende wat de uitkomst zal zijn. Ja, dat is het wel. Dat is wel het risico van voetbal. Je moet alles geven, maar je weet nooit of je het gaat halen. Voetbal was echt een heel klein wereldje, maar het kan echt veel gebeuren. Ja. Hey, maar hoe heb je de tijd bij ADO doorgebracht? Dat was echt, dat waren twee heerlijke jaren. En je zag ook mijn ontwikkeling, die steeg gewoon van zo dus helemaal omhoog. En wat was dat dan? Waar merkte je dat aan? Ik voelde me gewoon fijner. Dat was anders. Ik voelde me vrij. Het ging gewoon allemaal vanzelf. Van Sparta was ik een stapje terug naar het amateurvoetbal en dan zit je weer bij die BVO en denk je, ik moet nu echt mijn kans pakken. Ik mag het niet weer laten gaan. En dat is echt lastig, want dat is, daar zijn trainers verantwoordelijk voor, om op een positieve manier iemand verder te krijgen. Yeah. Soms gaat dat net wat anders. Yeah. En dan moet je gewoon mee kunnen omgaan. Klopt. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Terwijl weet je wat het is, je bent vrij introvert, jongen. Je bent niet iemand die, hoe zeg je dat? Heel erg naar buiten, schreeuwerig of wat dan ook. Je bent juist heel kalm. Ja, klopt. Lijk je daarin op je moeder of je vader? Ik lijk op mijn moeder. Ja? Soms moet ik wel even op mijn vader lijken. Van, ik moet even praten, maar soms is het wel even nodig om gewoon rustig kalm. Ja. Maar ik moet wel meer praten, vind ik. Dus dat is wel echt een aandachtspunt? Ja, dat wel. Communicatie moet ik nog echt zijn. Dat is wel mooi, want dat is iets wat je echt kan leren. Kijk. Inzicht, ja, je kan altijd heel veel nog leren, maar ik geloof in communicatie dat daar het meeste winst van te behalen. Weet ik niet, maar dat gevoel heb ik. Hey, maar wat ik gewoon echt heel erg bijzonder vind, is ja, toch die band met jouw vader. Zeker. En vertel daar eens wat over. Hij heeft vroeger voor het Nederlandse elftal, doof elftal gespeeld. We moeten andere tactiek doen, was deze tactiek niet goed. Sterker! Aanvallen! Aanvallen!